Jolante Snijder-Cabau keerde vandaag terug uit Zuid-Amerika. Hier bezocht zij voor de documentaire Miss Jolante verschillende misverkiezingen. De presentatrice zat zelf in de jury van de grote finale die in heel Zuid-Amerika live werd uitgezonden. Het was heel erg leuk. Het was echt een groot avontuur. Ik heb natuurlijk heel veel gevlogen, 58 uur in 2 weken en dan door heel Amerika heen. En we hebben echt super mooie dingen gedraaid. En de misverkiezing zelf? De misverkiezing gisteravond, tenminste, ja. Nou ja, eergisteravond, de tijden zijn nu helemaal, was echt groot. Echt mega aangepakt, daar natuurlijk in Zuid-Amerika. En al die vrouwen met al die dingen, die haren, make-up. En het was echt een super ervaring, ja. Maar hoe ging dat dan als jurylid? Dat lijkt me nog best raar. Nou, dat was natuurlijk wel even wennen, want ik heb nooit in de jury gezeten bij misverkiezing. Dus dat was wel spannend, maar het ging hartstikke goed. Ik kreeg van iedereen hulp en ze begeleiden me heel goed en was allemaal prima. Het is vandaag Valentijnsdag. Ben je al verrast? Ik ben nog niet verrast, nee. Ik kom net aan, dus ik ga nu snel werken en dan vlieg ik vanavond door naar Milaan. En dat ik mijn man dan zie is al een grote verrassing genoeg. De documentaire Miss Jolante is op 17 maart te zien bij de Tros.